Ja, het is eigenlijk gewoon myotoniedystrofie, ook wel ziekte van Stein net genoemd. Het is eigenlijk gewoon een beetje een ziekte waarbij je weinig kracht hebt. Je laat trekken in je gezicht. Emoties zijn ook heel moeilijk. Moeilijk lopen kan er ook dat soort dingen zijn. Het is eigenlijk gewoon minder kracht. Moet lopen. Ja, spraak ook is ook soms ook heel moeilijk. Mensen die moeilijk kunnen verstaan, dat soort dingen. Ik was toen volgens mij 21 was vorig jaar in februari 2015. Toen hoorde ik spierziekte had, ben ik gewoon gelijk naar stage gegaan. Gewoon afleiding heb ik gewoon nodig, zodat ik er niet aan hoef te denken. En zodra ik gewoon lekker bezig ben, vind ik het, denk ik ook niet aan. En dan heb ik het toch gewoon gezellig en leuk. Dus dat ik denk van ja, ik heb spierziekte, kan ik wel gelijk stoppen. Maar dat vind ik ook niet. Ik ga wel gewoon door en ik wil hem wel gewoon afmaken deze studie. Als je zoveel doorzettingsvermogen hebt, je krijgt een diagnose waarvan je weet van ja, dat kan alle kanten opgaan. Ik kan over een paar jaar in een rolstoel zitten, ik kan over een paar jaar ook nog lopen. Maar ik ga wel mijn diploma halen en ik wil met mensen werken. Ja, we zijn wel heel erg trots op haar. Vooral zoals ze in het leven staat, ondanks haar ziekte, dat zij toch goed doorgaat. We zijn natuurlijk met Carlijn al heel lang bezig, omdat ze met allerlei kwaaltjes en ziektebeeld en ziekenhuis in, ziekenhuis uit onderzoeken en nooit kunnen vast kunnen zetten van wat dat nou precies was totdat je bij de juiste persoon naar binnen stapt, bij de neuroloog in dit geval, en die gelijk zegt van ja, het is die en die spierziekte. En dan sta je voor jezelf de wereld even stil. Maar Carlijn eigenlijk van dag 1 heeft ze dat opgenomen van nou, ik heb het, maar ik laat mij er niet door weerhouden. En gaat ze gewoon naar school en naar stages en ja, zie wat er van komt. Ik heb het verteld aan de leraar, aan mijn mentor en aan de klas, dus die weten wat ik wel en wat ik niet kan. En de mentor heeft het ook verteld aan andere leraren waar ik test van had. Die begonnen ook graag van alles te vragen en uiteindelijk hebben ze er ook al een rekening mee gehouden. Alleen bij Grim vinden ze af en toe raar dat ik niet meedoe en dan vragen ze Carlijn, waarom doe je niet mee? Dan vertel ik, ja dit of dat gaat gewoon niet, dat kan ik gewoon niet meer en dat hebben ze er wel begrip voor. Nee, ik ga wel, zolang ik niet echt ziek ben, ga ik gewoon echt naar school. Ik heb eigenlijk nooit echt een dag gemist. Ja, ze heeft eigenlijk nooit laten weerhouden. Ook met die opleiding Bloem die ze heeft gedaan, heeft ze gewoon uitstekend gedaan. De meest mooie kunstwerken en bloemstukken hebben we voorbij zien komen. En ze gaat er gewoon voor. En ze laat zich niet weerhouden door, in dit geval, haar spierziekte. Ja, als je ziet waar ze vandaan komt, inderdaad, en dan met de diagnose die zij heeft. En eigenlijk is ze vanaf dag 1 heel open geweest van, nou, ik heb die ziekte. Dit houdt het in voor mij. En dit zijn mijn beperkingen, maar ik heb ook heel veel mogelijkheden. Ze denkt niet in onmogelijkheden, maar ze denkt in mogelijkheden. En dat vind ik echt wel een van haar sterke punten. Als je zo jong bent en je krijgt zo'n diagnose, dan denk je van nou, hey, pet je af hoor. Je doet het maar gewoon even. Ja, ik vond de eerste dag ook gewoon, zei je, ze moet gewoon een beetje kijken wat wij doen. En na een tijdje moet je gewoon zelf meedraaien. Als ik de eerste dag kwam daar binnen, ik dacht ja, wat moet ik nou eigenlijk doen? En dan hebben ze gezegd, nou, soms binnenkomt drinken we eerst gewoon koffie en thee met de cliënten. En daarna geef je bepaalde activiteiten, maar gewoon een beetje kijken hoe wij het doen. En dan na een paar weken moet je gewoon doen wat wij doen, dat is gewoon goed. Eigenlijk heb ik eigenlijk eens een beetje afgekeken, daarna ben ik het eigenlijk zelf ook gaan doen. Je kent niemand, maar je hebt toch wel cliënten toch wel gewoon naar je toe komen en vragen wie je bent en hoe het met je is. En dat heb ik nog steeds, elke keer als ik kom, zijn telkens zelf cliënten komen naar me toe. Of ze zwaaien naar me. Ja, uiteindelijk als cliënten je een beetje kennen, dan komen ze ook steeds vaker naar je toe en dat vinden ze echt gezellig als je er bent. Dus je bouwt echt een band met hen op. In het begin toen ik denk, ging ik gewoon wel een beetje onzeker, want ik vond het toch allemaal eng en nieuw. En nu ben ik eigenlijk gewoon veel zekerder van mezelf en ik weet als ik binnenkom wat ik moet doen en wat er van me verwacht wordt.
In het begin had ik dat echt totaal niet. Ik dacht, als ik dan iets fout doe, dan heb ik het weer fout gedaan, dan is het weer niet goed. Maar ja, dat, uiteindelijk zeggen ze ook gewoon, als je iets fout doet, is het niet erg, want je kunt ervan leren. Maar ik vond het gewoon heel eng om dingen fout te doen. Als we zien van het begin hoe Carlijn hier startte en hoe ze er nu voor staat en wat ze nu kan en wat ze doet en het zelfvertrouwen wat ze heeft gekregen, ja, vinden wij Carlijn gewoon echt een enorme held. En zijn we ook echt zo verschrikkelijk trots op haar, wat ze presteert en ook nooit de moed opgeven, altijd positief blijven. En dat geeft ons ook een enorme boost om haar weer te blijven begeleiden. Ja, het is een hele bijzondere relatie die er zich opgebouwd heeft. Als ik haar nu ook boven in kantoor zie zitten, dan denk ik van jeetje, kijk ze zitten. Het meisje wat in het begin wat best wel moeite had met contact leggen, was ook een van haar leerdoelen. Initiatief nemen, contact leggen. En nu zit ze er gewoon boven en is ze gewoon onderdeel van de groep. Niet eens haar klasgenoten, maar ik denk van ja, heel bijzonder dat dit gebeurt en dat het kan. En het gaat goed. Het gaat echt heel goed. En dat diploma, dat gaat ze wel halen, want dan gaan we goed komen. Lisanne is een beetje haar buddy nu op haar stage. Dat is een niveau 4 leerling. En het grappige is dat we ook gelijk heel open zijn geweest van nou, Carlijn, jij kan leren van Lisanne. Lisanne, jij kan leren van Carlijn, want Carlijn loopt er al langer, kent een beetje de wegen binnen de cirkel. En ze geven elkaar ook feedback. En dat is echt heel leuk om te zien dat het op een hele natuurlijke manier gaat. En dat Carlijn ook zegt van ja, ik heb heel veel geleerd van Lisanne. En dat Lisanne ook zegt van ja, ik heb heel veel geleerd van Carlijn. Ja, de betrokkenheid naar elkaar toe is heel hoog. En, ook om er wat voor haar, voor Carlijn, er wat van te laten maken en te laten proeven. Maar er wordt ook kritische vragen aan haar gesteld. Van hé, let hierop. Hoe komt het dat je nu niet reageert? Maar er is een klik. Dat is mooi om te zien. En dat je dan ook elkaar daar weer in ondersteunt. Je zit met kinderen op een basisschool. Dat vind ik wel het leukste. De Jan van Schengen school in Frankenzand stage gelopen. Nou, die kinderen liepen helemaal weg met haar. Ik vond het gewoon heel jammer dat ze wegging, dat de stage afgelopen was. Ze zijn gewoon altijd, altijd groot. Die komen naar je toe, die willen alles met je doen. Die vertellen ook alles aan je. En die, ja, ik weet niet. Het is gewoon een heel andere band dan dat ik met ouderen heb. De ouderen kan ik niet zo lekker kwetsen. En met kinderen doe je dat toch veel sneller. Ik kan ook alles tegen zeggen, die hebben we eigenlijk nergens last van. Ik denk dat, gezien de vraag wat er tegenwoordig van je verwacht wordt als medewerker binnen de zorg, dat het niet gemakkelijk zal zijn voor Carlijn. Zorg is natuurlijk in feite een zwaar beroep. Dat gaan ze niet volhouden. En wat ze wel kan is dagdelen werken, misschien in de toekomst. En dan inderdaad met kinderen op een lagere school of een kinderdagverblijf. Omdat Carlijn heel open staat voor zaken en zich ook open stelt voor zaken, denk ik ook dat het haar gaat lukken. Ik weet dat haar passie ligt bij planten en bloemen. Dat vindt ze echt heel leuk. En ik denk zeker in combinatie met cliënten of met mensen, ja, dat die combinatie moet er gewoon zijn voor haar. Ik wil gewoon leuk werk hebben, dat ik het daar naar mijn zin heb. Zolang ik lang mogelijk door kan gaan zoals ik nu leef. Dat ik niet ineens heel erg aftakel of wat dan ook. Dat ik wel gewoon zo blij zoals ik nu ben. Ja, ik kan natuurlijk het leven niet bepalen, maar het zou wel mooi zijn.